Paul's is een van de grootste sausenproducenten in Europa. Niet alleen qua volume. Wij produceren per jaar zoiets van een goede 100 miljoen kilo mayonaise, ketchup en speciaal sausen. En dat doen we met 280 medewerkers. We zijn misschien het best bekend van de merksausen Paul's vanuit de frituren, vanuit de horeca. Maar eigenlijk gaat het grootste volume van Paul's naar de private label in de retail, naar aanmerken van conculega's en naar export. Onze basisfilosofie noemen wij operationele uitmuntendheid. Zo'n 2 jaar geleden zijn wij een programma gestart en het is gebaseerd op operational excellence. Daarmee bedoelen we dat we op een zo efficiënt mogelijke manier kwaliteitsvolle producten bij onze klanten willen krijgen. Daarvoor hebben we enorm geïnvesteerd in de nieuwste technologie qua machines, maar daarvoor investeren we ook zeer veel in onze mensen, zodanig dat ze mee zijn en dat zij de beste tools ter beschikking krijgen om zelf ook zo efficiënt mogelijk te kunnen meewerken aan die doelstelling. Dat we in onze fabrieken efficiënt zijn, heeft alles te maken met het feit dat wij proberen dat alles wat beter kan, ook beter gemaakt wordt. Zo herbekijken wij ook regelmatig de opvolging van de recepten volgens kleur, volgens allergenen. Zo gaan we er ook voor zorgen dat onze mensen de juiste tools op het juiste moment ter beschikking hebben. Kortom, wij proberen zo weinig mogelijk inefficiënties te hebben en zo efficiënt mogelijk te produceren. En je moet weten dat als je een machine koopt, dan moet je niet alleen de snelste machine kopen. Dan moet je ook de machine kopen die het snelst omstelbaar is. Want wij maken heel veel verschillende sausen met heel veel verschillende recepten. Zo is een Belgische mayonaise totaal verschillend van een Engelse of een Franse mayonaise. Qua vetgehalte, qua kleur. Dus je moet, als je de formaten wil omstellen, als je de recepten wil omstellen, dan moet je dat op een slimme en efficiënte manier kunnen doen. En ik denk dat wij in alle bescheidenheid, als wij succesvol zijn, dan is het omdat we daar in het verleden zeer goed in geslaagd zijn. En we zijn vastberaden om dat in de toekomst ook verder te blijven doen en verder te blijven investeren in zo efficiënt mogelijk te produceren. Als je operationeel excellent wil zijn, dan zijn de medewerkers de sturende factor. Daar kun je niet omheen. Voor ons is de bedrijfscultuur, waar we de laatste tijd toch wel zeer hard aan gewerkt hebben, erop gericht om ervoor te zorgen dat onze medewerkers met plezier naar hun werk komen. Dat er fun is at Paul's. Wij zijn ervan overtuigd dat als je mensen veel verantwoordelijkheid geeft en ze doen hun werk graag, dat ze het werk ook uitstekend gaan doen. En dat is eigenlijk de bedrijfscultuur van Paul's. Zorg ervoor dat de mensen graag doen wat ze doen en ze zullen goed doen wat ze moeten doen.